toen jij van Arsenal naar United ging, ja, zeg maar. 10 jaar daar geleefd en zo. Ja, hoe ging je daarmee om? Ik ben daar eigenlijk als een kindje binnengekomen en als een volwassen vent weggegaan. Naar de aardsvijand. Ja. Maar dan zie je dus ook wat voor effect het heeft. En als je dan ziet wat voor reacties ik daar kreeg. Ja, dat is gewoon mensonterende reacties. Deze week in de G-Led Locker Room praat Robin van Persie met Jong Oranje Internationals Maarten Paas, keeper van FC Utrecht, de linksback van Feyenoord, Tyrell Malacia en de bij Osnabrück spelende middenvelder Ludovic Reis. Over uiterlijk, voorbereiding op wedstrijden en omgaan met meningen van anderen. Wie is er het meest tevreden over zijn uiterlijk? Ludo. Nee, ik denk ook Ludo. Waarom ik? Ja, als ik zijn Insta-feed een beetje mag geloven, dan denk ik dat hij Ludo heeft. Gooi je er een laagje overheen zo? Nee, helemaal niet zo. Nee, echt niet. Ik had ook niet verwacht dat jullie mijn naam zouden zeggen. Wie heeft de beste baard? Ik. Nick Paas. Ja. Paas heeft de beste baard. Ja, voor mij is wel. Hij groeit wel aardig snel. Soms iets te snel voor mij. En scheer je voor een wedstrijd? Scheren? Ja, ik heb niet zoveel. Meestal als ik een beetje haartjes hier, dat haal ik wel weg. Beetje puntjes. Ja, beetje puntjes. Ik scheer eigenlijk bijna nooit. Alleen als ik naar de kapper ga, ik laat gewoon de kapper het doen, dan klaar. Ik heb dat ook. Behalve als mijn familie of zo zegt dat het te vol wordt of zo, dan scheer ik het op. Wie doet zich tijdens interviews anders voor? Soms zie ik wel eens interviews van mijzelf voorbij komen toen ik 19, 20 was. Dan denk ik, jezus, ik heb het wel slecht zeg. Want je natuurlijk met alles tegelijk bezig bent als je nog jong bent, dan moet je een beetje leren dat je eigenlijk gewoon jezelf moet zijn, zeg maar. Maar dat is ook een proces natuurlijk. Zeker. Hoe ver zijn jullie in dat proces? Ik denk wel dat ik aardig mezelf kan zijn. Ja? Ja. Ik hoor dat hij boeken leest, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Maar... Ja. Ik lees deze boeken. Ja. Dat vond ik een mooi interview. Dus. Ja. Welke boeken lees je? 50 Shades of Grey. Zo, die had ik niet zien aankomen. Ik weet niet. Ja? Ik vind die films heel goed. En, dus, is het leerzaam? Ja, zeker. zeker leerzaam. Ik denk, hij komt met een sportbiografie. Ja, is ook een bepaalde sport, toch? Ja, is ook een bepaalde sport. Prettige wedstrijd alvast. Ja, huh? Dankjewel. Hoe belangrijk is geloof? Of ben je bijgelovig rondom wedstrijden voor jullie? Ik denk dat ik het heel fijn vind om gewoon lekker in mijn vel te zitten. En vooral niet te veel na te denken over de toekomst of het verleden. En daar horen bepaalde bijgeloven of geloven ook bij. Want bijvoorbeeld, ik heb wel dat ik in een bepaalde focus moet zitten voor een wedstrijd. Dus keeper, het hangt aan een vrij dun draadje of de helft een slimiel bent. Ga je daarin heel ver? Of? Ja, ik heb wel bijvoorbeeld soms dat ik bepaalde ademhalingsoefeningen of bepaalde dingen doe om te zorgen dat ik echt heel hoog zelfvertrouwen heb. En echt een beetje een soort arrogantie kweek eigenlijk, dat je dat er niks fout kan gaan eigenlijk. En dat doe ik wel best wel vaak. En jullie? Ik bid sowieso elke dag. En dat is het enige eigenlijk wat ik doe. Daar haal je kracht uit? Ja. Oké. Okay. Ik heb dan wel vooral dat ik gewoon voor de wedstrijd even mijn vader moet spreken. Die spreekt me altijd een beetje moed in of zo. En dan kan ik gewoon lekker de wedstrijd instappen. Ja, daarin moet je zeg maar, in jouw voorbereiding qua bijvoorbeeld goed eten voor een wedstrijd, vond ik wel echt belangrijk. Goed slapen, goed rusten in combinatie met bidden of een boek lezen. Weet je? 50 Shades of Grey, heel belangrijk om dat te lezen een dag voor de wedstrijd. Daar ga je. Ja, daar ga je gaan. Dan ga je niet slapen als je dat leest. Nee, maar dat is voor iedereen persoonlijk. Uiteindelijk heb je al die meningen ook wel weer nodig. Zowel positief als negatief voor dit wereldje, weet je, waar je voor hebt gekozen. Maar het is wel in het proces van volwassen worden, lijkt het me wel lastig. Tenminste, ik heb het als lastig ervaren. Ik heb daarin ook mijn weg moeten vinden. Ja, het is wel lastig, maar je wordt ook heel snel volwassen. En daardoor vind ik wel, heb je ook een bepaalde voorsprong weer op leeftijdsgenoten. Van, er heerst wel een grote verantwoordelijkheid dan voor jezelf. Ja, best jong al. Ja, zeker. Vooral deze tijd. Je ziet al jongens die bijvoorbeeld op hun 17 een debuut maken. Ja, begint het kind. Ja, maar dan begint het eigenlijk al. Dan moet je al volwassen worden.
Eigenlijk wordt er verwacht. Ja, eigenlijk. Ja. En dat is niet eerlijk? Nee, eigenlijk niet. Maar ja. Jullie zijn natuurlijk, jullie staan, met één been sta je eigenlijk in Oranje. De volgende stap is dat je de grote mensenwereld ingaat, zeg maar. Hoe gaan jullie daarmee om, zeg maar, met al die meningen ook van iedereen, constant maar? Een paar jaar geleden had ik daar wel moeite mee, want toen keek alles, ik las alles. Dus als het dan slecht ging, wilde ik weten wat ze te zeggen hadden over mij. Dat deed me wel wat, maar nu heb ik daar... Ja, dus daarin heb je nu al je weg gevonden. Ja. Dat is goed. Vooral de meningen die ik krijg van mijn vader, wat ik net ook zei, en de mensen waar ik echt goed mee ben. Daar luister ik dan echt gewoon naar. Maar niet zeg maar dat ik er negatief of helemaal wakker van ga liggen, helemaal niet. Met social media is het soms hartstikke lastig, want je wordt aan alle kanten word je gebombardeerd met meningen. En ja, ik probeer me ook er zoveel mogelijk van af te sluiten. En ja, gewoon lekker, vooral je weet zelf of je goed of slecht hebt gespeeld. Ja. En toen jij van Arsenal naar United ging, ja, zeg maar, dan denk ik dat er ook heel veel meningen, ja, zeg maar, daarover waren. Volgens mij heb je zelfs een open brief toen geschreven. Ja. 10 jaar daar geleefd en zo. Ja, hoe ging je daarmee om? Nee, het was heel moeilijk toen voor mij ook om die keuze te maken. Want ik was echt. Ik ben daar eigenlijk als een kindje binnengekomen en als een volwassen vent weggegaan. Naar de aardsvijand. Ja. En ik had met Wenger een heel goede band. We hadden echt een soort van vader-zoon relatie. En uiteindelijk kwamen we niet overeen met elkaar. Dus op een gegeven moment hebben we eigenlijk samen een soort die keuze gemaakt om uit elkaar te gaan. Maar dan zie je dus ook wat voor effect het heeft. Ik had toen ook Twitter. Twitter was toen wel een beetje upcoming ook. Ja. En als je dan ziet wat voor reacties ik daar kreeg. Ja, dat is gewoon mensonterende reacties. Weet je, over mijn kinderen, over mijn vrouw, noem het allemaal op. Toen heb ik Twitter gewoon helemaal gedelete. Ik was er zo klaar mee. En ik moet wel zeggen dat ergens vond ik dat ook wel prettig, zeg maar. Dat ik het gewoon, dat hele gedoe met social media had ik niet toen. Toen heb ik het uiteindelijk wel weer teruggehaald. En toen heb ik eigenlijk weer heel rustig een beetje begonnen, heel formeel over het voetbalgedeelte en zo gehad. Maar uiteindelijk was ik gewoon, in dat jaar vond ik wel heel prettig. Zonder dat gedoe dat je ergens is er toch een bepaald soort, als je een bepaald ritme erin hebt, ja, weet je, van een post of zo, dat je toch een soort moed of zo. Ja, weet je wel? Precies. Wil ik jullie bedanken en wil ik jullie heel veel succes wensen. Dank jullie wel.